thorn twist in your side. I'll wait for you. In mei 2010 nam je afscheid van het betaalde voetbal als speler. Heb je je daarna ooit nog een keer verveeld? Nou, vervelen doe ik me eigenlijk sowieso niet snel, maar het voetballen zelf heb ik ook niet gemist. Misschien is dat ook omdat je het ook 17 jaar lang dat gedaan heb. Ja, dat op een gegeven moment een keer genoeg is geweest. En ja, ik heb daarna natuurlijk vrij snel in dit gedeelte ingestapt. Maar je bent het seizoen, je gaf dat aan, trainer van onder de 13. Hoe bevalt dat? Ja, erg goed. Ik was natuurlijk vorig jaar assistent daarbij. Ik was niet altijd aanwezig, mede door de cursus of andere verplichtingen. En, ja, toen die evaluaties kwamen, ja, gaf ik toch wel aan dat ik graag nieuw een eigen elftal zou trainen. Ja, dan weet je natuurlijk nooit of er plek is of daar ruimte voor is. Ja, dan hoorde ik dan kort voor het einde, voor mijn einde april ergens, hoorde ik dan dat ik de D1 zou gaan doen dit seizoen. En, erg leuk. Jullie zijn goed begonnen. Er zit echt heel veel talent in het elftal. We hebben een aardig ploegje. We zijn inderdaad aardig begonnen. Tot nu toe dan in de competitie alles gewonnen. Maar dat is voor mij niet belangrijk. Als ik kijk vooral hoe ze voetballen. Je merkt wel dat doordat we winnen, dat de manier van voetballen, ja, dat ze daar snelle stappen maken als dat je misschien twee of drie keer verloren zou hebben. Dat werkt natuurlijk altijd zo. Dat als je wat resultaat hebt, ja, dat de jongens krijgen vertrouwen en gaat er meer lopen. Maar ik zie natuurlijk door de week al bij Vlaag hoe goed ze kunnen voetballen. En de laatste in de wedstrijd ook regelmatig zien. De ene wedstrijd gaat wat beter dan de andere wedstrijd. De laatste twee wedstrijden was het bij Vlaag gewoon genieten vanaf de zijkant. En dat is gewoon leuk om te zien. Vooral als je dingen die we door de week op de training doornemen. Ja, ik kan dan samenwerken met de andere trainers die mij helpen. Zoals Cor Adriaans is daar heel belangrijk in en Maup Martens. Ja, als je dan dingen door de week traint en je ziet dat in wedstrijden terug. Ja, dat is gewoon leuk om te zien. Ja, hoe vinden die jongens het om training te krijgen van een hele grote ex-voetballer? Dat weet ik ook niet. Ik hoop leuk, maar die indruk heb ik wel. Ik voel natuurlijk vooral dat plezier voorop staat. Maar plezier is ook gewoon de goed te trainen. En, ik kan soms ook wel eens hard zijn. Of hard. Gewoon daar langzaam aan te leren wennen. En, dat je bepaalde afspraken maakt met z'n allen, dat je eraan moet houden. En, ja, je kunt dan uit je eigen ervaring vertellen waarom dat dan natuurlijk over een aantal jaren heel belangrijk is. Maar vooral dat ze lachen. En er wordt ook al als dingen niet goed zijn, wordt dat aangesproken. En dat merken ze ook en dat zien ze. Maar dat is niet alleen door mij, dus ook door de andere trainers die op het veld aanwezig zijn. En daarom was het vandaag heerlijk dat we eigenlijk met vier trainers op het veld stonden. Ja, dan kunnen we allemaal ons met een bepaald groepje bezighouden, waardoor de jongens heel veel individuele aandacht krijgen. De samenwerking tussen de trainers is heel intensief en dat zie je. Ja, ik heb dan het geluk, ben ik heel blij met dat ik Cor Adriaans natuurlijk minimaal 3 dagen in de week bij mij op het veld heb staan. Ja, die loopt al zo lang mee in deze wereld dat ik natuurlijk heel veel aan hem vraag en overleg. Ja, waar ik zelf van kan leren, want ik heb niet de illusie dat ik nu het diploma gehaald heb, dat ik alles al weet. Nee, ik maak ook fouten. En dat moet denk ik ook. Je leert met vallen opstaan. En ja, dan is het natuurlijk heerlijk als je vandaag ook met Maup Martens erbij zoveel ervaring bij je op het veld hebt staan. En ja, daar leer je natuurlijk alleen maar van. Ja, Makai, die kan zo uithalen. Makai, nummer 15. Feyenoord is terug in de wedstrijd. Makai springt eerder en scoort. Omdat hij simpelweg beter timed dan zijn tegenstander. 2-3. Slimme naam van Mols zoekt het lichaam van K. Zet zich daar tegen af en kopt de bal door op Makai die heel fraai uithaalt. Je staat ook één keer in de week op het trainingsveld bij Feyenoord 1. Hoe bevalt dat? Ja, erg goed. Ik heb voor mijn week of 5-6 een gesprek gehad met Ronald Koeman. En, om even goed af te stemmen wat nou precies de bedoeling is. En ja, vorig jaar was het af en toe een keer en nu is het gewoon vast 1 keer in de week. De dag kan dan verschillen. Maar dat is niet zo. Dat hoor ik dan meestal een week van tevoren. Zoals deze week door de Interland word ik niet ingezet omdat we te weinig jongens hebben. Dus dat gaat prima. En ik hoor meestal de avond tevoren van Jean-Paul van Gastel welke jongens heb. En dan is de invulling meestal ben ik vrij in. Dus dat is erg prettig. Dus als er mij iets opvalt in een wedstrijd, dan probeer ik daar meestal mee aan de slag te gaan. En wat is jouw specifieke rol dan? Hoe ga je dan te werk? Ja, gewoon met de spitsen. Zoals de laatste keer had ik dan Guidetti, Fernandes en Anas. Achterbouw was er dan bij. Met z'n drieën. Dan is het natuurlijk veel,
ja, veel afwerken. En andere keren heb je buitenspelers erbij. Dan is de voorzet en dan vooral de loopacties voor de goal. En dan heb je middenvelders bij, de samenwerking tussen de middenvelders en de spits. Dus dat is elke keer afhankelijk van het groepje wat je hebt. Maar ik heb ook de vrijheid dat als ik iets wil doen, dat ik andere spelers erbij kan betrekken. Dus erg prettig hoe die samenwerking is en hoe ik dat mag invullen. Zie jij veel potentie bij Feyenoord 1, bij de spitsen? Ja, als je, dat zeker. Bidetti, die is nog niet zo lang, dus daar wil ik nog niet tegelijk een oordeel over vellen. Dan moet je eens natuurlijk even over een lange periode. Ja, Fernandes, en dat zie je natuurlijk, dat is een omschakeling als je Excelsior zet en nu bij Feyenoord. Maar die maken ook zijn stapjes. En ja, Achergebuis is natuurlijk een heel groot talent. Die heb ik vorig jaar natuurlijk al heel jaar nauw mee samengewerkt. Dus ik denk dat er zeker wel potentie in zit. Je hebt 3 jaar bij Feyenoord gespeeld, nu bij de jeugdopleiding. Ben je echt een Feyenoorder geworden? Voor mijn gevoel wel, ja. Ik heb natuurlijk 3 jaar gespeeld en nu voor het 2e jaar in de jeugdopleiding betrokken. Nu voor vast, vorig jaar als stagiair en nu voor vast. En als dat niet zo was geweest, dan was ik denk na mijn carrière wel ergens anders naartoe verhuisd. En we hebben het erg naar ons zin. Niet alleen ik bij de club, maar ook de hele familie in Rotterdam. Dus dat is erg belangrijk. Dus ik verwacht niet dat wij spoedig vertrekken uit Rotterdam.